kleine aap tot zebra, van olifant tot gup. Het is zo avontuurlijk in de Jungle Club. Hey vrienden, vandaag in Ouwe Hans Jungle Club hebben we het over vissen. En wat is belangrijk met vissen? Water. Dus ik ga op pad met Dieren Dirk naar een waterzuiveringsinstallatie. Dat en veel meer in deze aflevering van de Jungle Club. Ik zeg, we gaan beginnen. In de Jungle Club. Een piranha, poes of panda, van volwassen dier tot pup. Een engert of een lieverd, alle dieren met vleugel, vin of schub. Bamboepil die helpt je van de regen in de drup. Met alle dolle dieren in de Jungle Club. Een emmertje water halen, een emmertje pompen. Ja, wat denken jullie dat nu het meest belangrijk is voor vissen? Inderdaad, water. En nou hebben we hier in het park een eigen waterzuiveringsinstallatie. En ik weet dat Dieren Dirk hier aan het werk is, dus ik ga mooi een emmertje water bij Dieren Dirk. Hey, Bamboe Bill. Dieren Dirk, hi. Wat kom jij doen? Kom je schoonmaken? Nee, ik ben mijn vissenbak aan het inrichten. Ja. En omdat we het allerbeste water ter wereld hier hebben, dacht ik, ik kom een emmertje water bij je halen. Nou ja, dat is nog niet zo eenvoudig, maar kom er even mee naar beneden. Dan zal ik het laten zien en uitleggen. Kom maar. Mooi, hè? Zo, ik wist niet dat hier zo'n ruimte onder de grond zat en wat een geluid. Dus hier wordt al het water gemaakt voor het dierenpark. Nee, hier wordt geen water gemaakt. Hier wordt water schoongemaakt. Hier wordt het water gefilterd en hierachter staan die grote filters, daar zit zand in. Daar gaat het water doorheen, alle vuil blijft zitten op dat zand en dan gaat het schoon terug naar de ijsberen. En er zit 1000 kuub water in ons ijsberenverblijf. 1000 kuub water? Hoeveel liter is dat wel niet? Even denken hoor, een kuub is 1000 liter, maal 1000 is hoeveel? 1000, dat is 1 miljoen liter water! Oh. 1 miljoen liter water. Zo avontuurlijk hier, hè? Zo. Dat is weer geregeld. Jungle Club vrienden, hebben jullie dat nou ook wel eens? Dat je iets leuks hebt meegemaakt, bijvoorbeeld een vakantie of een dagje uit, of juist iets spannends, een belevenis of een avontuur, en dat je daar dan nog eens een keer aan terugdenkt, en denkt, en denkt, en denkt, en dat het dan net is alsof je het nog een keer beleeft. Ja, dankzij mijn Jungle Club kijkkast kan ik jullie laten zien wat ik allemaal heb beleefd. Wat zie ik nou? Ik zie een giraf tussen de struiken. Maar dat kan toch helemaal niet? Die horen hier helemaal niet. Eens even de kaart erbij. Hier staan nu. Nee, zie je wel, daar horen de giraffen helemaal niet. Zou er eentje uitgebroken zijn? Maar wat zie ik daar? Ik zie ook een krokodil. Een krokodil en een giraf uitgebroken. Dat kan toch nooit goed gaan? Kijk nou! Ha, 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 wat gaaf! Oh, hij is prachtig, hij is mooi. Ha, dit is een prachtige bus. En zo avontuurlijk. Even kijken of we deze oude jongen aan de praat kunnen krijgen. Zo, alles. Het lijkt te werken. En gas. Oh, volgens mij zit het stuur een beetje vast. In Nijmegen. Nou, dat belooft weer gezellig te worden. Ik kom voor groep 6. Eens even kijken waar ik ze kan vinden.
even binnenkijken. Ziet er avontuurlijk uit, hè, deze school. Hallo! Hey, avontuur! Zo, dat is nog eens een ontvangst. Gezellig. Dit is een leuke klas. Waar zijn we precies? De Nutschool. Vertel eens. De Nutschool in Langvorst in? In Nijmegen. Ja, we komen vandaag eens op bezoek hier, want ik had van jullie gehoord dat jullie het wel leuk vinden om een keer Bamboe Bill op visite te krijgen van de Jungle Club. En misschien dat we eens een keer kunnen gaan praten over leuke huisdieren. Heeft er iemand hier toevallig nog een bijzonder huisdier? Oh, dat zijn heel veel mensen met een bijzonder huisdier. Nou, misschien is het wel leuk dat we hier een aparte plaats maken, dat we eventjes gaan praten over het bijzondere huisdier. Dat we om de beurt even wat kunnen vertellen. Is dat een goed idee? Ja. Oké, gaan we dat even doen. Ja, en dan zit Wessel opeens naast me. Wessel. Vertel eens, heb jij ook huisdieren? Ja. Vertel. Meerdere vissen. Vissen? Een meerval. Een meerval? Ja. Een meerval? Nooit van gehoord. Vertel eens, wat is een meerval? Is een vis en die wordt genoemd eigenlijk de koning van de zee. De koning van de zee. Dat klinkt wel heel erg mooi, hè? De koning van de zee. Want normaal kan je hem niet zien, want hij is zwart. Maar als hij, 's nachts gaat hij op zijn... gaat hij op zijn rug zwemmen. En dan zie je, en zijn buik is helemaal wit, dus dan kan je hem wel zien. Oké, okay, dus 's nachts doet hij de rug krabbel, zeg maar. Dan gaat hij op zijn rug. En overdag gewoon vooruit. Ja. Hey, en hoe groot is zo'n meerval? Ze kunnen ook rond 1,50 meter worden. 1,50 meter? Ga staan, hoor. Jij bent denk ik 1,50 meter, of niet? Zo! Dat is een hele grote vis. Maar waar heb je die dan? In de badkuip? Nee. We hebben een hele grote vijver aan de achtertuin. Een grote vijver, en daar zwemt hij in. Ja. Wessel, bedankt. Hey, Wessel. Georgina, vertel eens een leuke mop. Er waren twee koeien. Eén koe zei tegen de ander, zullen we lekker in bad gaan? Ze zaten toen in bad. Toen zei de ene tegen de ander, warm bad, hè? Zei de andere koe, ja, maar ik rijd die zwarte vlekken aan die af. Dankjewel, goeie mop. Ja, ik sta hier op de Nutschool in Nijmegen en het is fantastisch mooi weer. Prima barbecue weer of weer om naar het dierenpark te gaan. Ik zeg, Oetmon! Oetmon! Wat zeg ik nou? Ik zeg gewoon, tot ziens! Tot ziens! Doei! Doei! Dag! Dag! Hou je! Hou je! Gezellig! Gezellig! Nijmegen, hè? Via post@jungleclub.nl krijg ik allemaal leuke brieven en video's, foto's. Blijven sturen, hoor. Ik kreeg een vraag van Mirthe uit Utrecht. Ze vraagt, beste Bamboe Bill, ijsberen en pinguïns, vinden die elkaar lief? Groetjes, Mirthe. Nou, Mirthe, hier in mijn park wonen de ijsberen toevallig vlak bij de pinguïns. Maar in de natuur niet. In de natuur wonen de ijsberen op de Noordpool en de pinguïns op de Zuidpool. Maar er zijn veel meer soorten pinguïns dan die op de Zuidpool leven. Want in ons park leven pinguïns die heel veel voorkomen voor de kust van Chili en Peru. De Humboldt pinguïns. Laten we even gaan kijken. Aquarium ingericht, compleet met duikersklok. En waar water is, is vis. Dus ik heb mijn vissen. En nou laat ik die vissen eerst even wennen aan de temperatuur van het water in mijn aquarium. Dus ik laat ze nog niet gelijk los. Welkom visjes in Bamboe Bill's onderwaterwereld. Blup! En als ze straks gewend zijn aan de temperatuur, dan laat ik ze lekker vrij rondzwemmen in mijn nieuwe aquarium. Het zit er alweer op. Jammer, hè, maar ik ben er heel snel weer met een nieuwe aflevering van de Jungle Club. En tussentijds kijk je gewoon naar jungleclub.nl of je stuurt me een mailtje naar post@jungleclub.nl. Ik zie je snel. Doei! Bamboe Bill die helpt je
van de regen en de drup. Dus we zien je snel weer in de jungle.